Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, heeft gisteren het startsein gegeven voor de bouw van een state-of-the-art klantenservicecenter. Deze komt te staan op het complex van Telesuur aan de Tweede Rijweg. Onderdirecteur Steven Chitro Taruno zegt dat deze klantenservicecenter gezien kan worden als een stap naar verdere professionalisering. Volgens president-commissaris van de RVC, Sanjay Raghubarsingh, wordt met dit gebouw het imago van Telesuur versterkt. We willen onze medewerkers huisvesten in een adequaat gebouw. En het is een mooi gebouw en een modern gebouw. In plaats van in onze barakken aan de Van de Hogerhuisstraat of hier aan de Zonnebloemstraat. Dus we zijn nu met betrekking tot het Customer Service Center in de executiefase. Dat geeft ons hoop. Onze medewerkers die straks daarin hun intrek mogen nemen. Gefeliciteerd allemaal met deze mijlpaal. Dus de experience naar de klant moet enorm gaan verbeteren hierdoor. Meer gemotiveerde veldwerkers en ook een beter gemotiveerd kantoorpersoneel door een hele leuke environment voor ze te schapen. En dat is wel, dat wordt vaak onderschat hoor, dat men mensen wegpropt in barakken, is heel demotiverend. Nee, ze in een mooi gebouw, een omgeving. Het heeft natuurlijk ook image voor de persoon om te zien waar hij werkt aan zijn sociale omgeving. Toch als iemand moet zeggen van ik werk in die barak daarachter, kijkt men ook van oké, is dat waar Telesuur goed voor is? Nee. Net zoals de securing the digital future, behoort ook dit tot een onderdeel van die digital future. Dat je als telecomorganisatie is relatief topsport onder de technologie. En dan moet je dat ook uitstralen in je gebouweninfrastructuur. Telesuur-directeur Mike Antonius gaf aan dat dit project al vanaf 2017 in de planning was. Het is onderdeel van de roadmap 2025 van het telecombedrijf, zegt de directeur. Customer Service Center, waarmee het doel is om er naartoe te werken dat we klanten sneller en beter kunnen gaan bedienen. Dit gebouw is nodig om de medewerkers, de veldwerkers, beter te faciliteren. Waarbij we zeg maar, de verbindingen van de klanten vanuit een centraal punt beter kunnen gaan bedienen. Beter kunnen monitoren en ook zeg maar, gerichter troubleshooting kunnen doen. Waardoor storingen sneller opgeheven kunnen worden. We werken continu aan service improvement. En uiteindelijk zeg maar, de methodieken die wij aan het toepassen zijn. Dat zal dan hier verder, zodra dit gebouw af is, zal dat dan verder hier toegepast worden. Waar het hier om gaat, met name vanuit het Customer Service Center, als er een klant een storing heeft of een aansluiting, dan gaan er medewerkers aan huis. En om medewerkers gericht op pad te sturen, is het nodig om een goed centraal punt te hebben waar je van tevoren probleemanalyse kan doen en vanuit de probleemanalyse medewerkers gericht naar de klanten thuis kan sturen. De bouw en oplevering van de Customer Service Center kan 1,5 jaar tot 2 jaar duren. Gisteren heeft het filiaal van Telesuur te Lelydorp haar 22-jarig bestaan herdacht.